Kijkers, van harte welkom bij deze aflevering van Focus. Het programma waar de focus wordt gelegd op de activiteiten die voor u als samenleving van belang zijn. Vandaag in Focus. Regering informeert samenleving over beleidsvraagstukken. Saramacca heeft COVID-19 Quick Response Team. DR en RR-leden Saramacca hebben een ontmoeting met minister Pokki. En president installeert Diaspora Commissie. De regering van de Republiek Suriname heeft op donderdag 8 oktober 2020 een reguliere persconferentie gehouden. Daarbij is onder meer een update gegeven van waar de regering nu staat met betrekking tot de crisisbeheersing in ons land. Met dit persmoment wil de regering openheid van zaken geven aan de samenleving. We willen dat volk zo snel mogelijk uit de armoede komt, uit die druk, de sociaal-maatschappelijke druk, de financiële druk. We hebben eergisteren overleg gehad met Rafaxur. En daarbij is nogmaals een beroep gedaan op Rafaxur om ons te willen ondersteunen in het pakket van maatregelen door ons goede adviezen te geven. Ze hebben nog 2 weken tijd daarvoor ook gevraagd. Ze tonen ook begrip voor de maatregelen. Echter wensen ze dat we overleg blijven voeren als we die maatregelen gaan implementeren. En we hebben gebruik gemaakt van de gelegenheid om alvast onze eerste exercities te presenteren aan Rafaxur over het beleid wat de regering wenst te voeren met betrekking tot EBS, met name naar de EBS-tarieven. Dat gaan we ook doen voor de SER, zodat we een goede understanding hebben. En dat we weten dat als we achter die maatregelen staan, dat het 1 draaglijk is, redelijk is, billig is, uitvoerbaar is. En dat we daarmee een bijdrage leveren aan het geleidelijk afbouw van de subsidie bij EBS. Gisteren heb ik overleg gehad met de voorzitter van C47, waarbij ik hem ook een update heb gegeven van de staat van zaken. Dat moest ik doen omdat C47 niet aanwezig was op de Rafaxur-vergadering. Dus ook daar hebben we goede informatie gedeeld. Met CLO hebben we ook deze week overleg om verder te praten over de overeengekomen salarisverhoging met de vorige regering, hoe we daarmee zullen omgaan. En dat we op basis van een goede understanding ook rekening houden met de crisis. Vooral deze maand, oktober, waarbij we voor einde van deze maand meer dan 26 miljoen Amerikaanse dollar moeten betalen aan de Oppenheimer rente voor Oppenheimer inlening. Het is zwaar. Het is zwaar voor de samenleving. Het is ook zwaar voor ons. En we zoeken oplossing. En we gaan met ieder praten die ons daarbij zou kunnen ondersteunen dat we ons land niet in een vervelende financiële situatie internationaal gaan plaatsen. Met de vakbonden is ook afgesproken dat de regering een voorstander is, namelijk dat de vakbonden participeren in de raden van commissarissen, in de raden van besturen. Maar het is zo namelijk dat niet alle statuten daarin voorzien. Het is namelijk zo dat bepaalde van die raden van commissarissen of raden van besturen bij wet zijn geregeld, waarin de positie van de vakbond niet is opgenomen. En wij hebben als regering beslist, als dat het geval mocht zijn, dan moet op de algemene aandeelhoudersvergadering, de AFA, besloten worden dat de vakbond een plaats krijgt binnen de RVC. Of dat in de vergadering van de Raad van Bestuur ook besloten wordt, namelijk dat de vakbond een plaats krijgt in het bestuur, totdat de statuten, totdat de wetten veranderd zijn. We geven een stukje erkenning aan de vakbondsrechten en wij vinden namelijk dat werknemers die een belangrijk onderdeel vormen van het bedrijf, van de onderneming, dat die ook een plaats moeten hebben om samen met ons, vooral in deze fase, bij te dragen om het land uit de crisis te halen. Maar meer nog, dat we alle parastatale bedrijven gezond willen maken. En dat daarbij de arbeiders ook een belangrijke rol zullen moeten vervullen door vertegenwoordiging van hun in de vakbondorganisaties. Van groot belang voor ons op dit moment is, en u merkt namelijk de perikelen die ontstaan als gevolg van onzekerheden bij bepaalde
doelgroepen binnen de overheid, namelijk wat hun rechtspositie is. Daar heb ik als president de instructie gegeven aan alle ministers, op basis van het advies wat we gehad hebben van de presidentiële commissie personeelsaangelegenheden. Namelijk dat we alles nu gaan rangschikken in verschillende doelgroepen. En de eerste doelgroep is namelijk de groepen van wie blijkt dat alle stukken in orde zijn. Resolutiebeschikkingen, dat alle onderliggende stukken kloppen. Dat alles conform de wettelijke regels en procedures zijn gegaan. Dat die groep alvast in het systeem mag van de overheid. Daarna gaan we naar de andere groepen kijken. Waar er stukken ontbreken, waar er onjuistheden zijn, om te kijken of er aanvulling daar kan komen. En daarna naar die andere categorieën waar er totaal geen stukken zijn. En ook ambtenaren die niet eens weten dat ze ambtenaar zijn. En dat ze via horen dat ze ambtenaar zijn. Dat ook die groep allemaal gaan uitnodigen. De minister van Binnenlandse Zaken is bezig met een goede registratie. Om daar een goede filtering te krijgen wie wat is. Maar het heeft onze aandacht, deze doelgroep. Daarnaast hebben we als target voor elke maand, laat er geen onzekerheid zijn bij ambtenaren, bij pensioengerechtigden, bij onze senioren burgers die op AOV wachten, de kinderen die hun kinderbijslag moeten krijgen, de personen met beperking die uitkijken naar een financiële bijstand. Die dingen moeten betaald worden. Die dingen worden als eerste, met name pensioenen, met name vergoedingen aan kinderen, personen met een beperking, die hebben hoogste prioriteit. Dat ze hun gelden krijgen elke maand. Dat die verhogingen die door de regering zijn goedgekeurd, ook betaald worden conform de tijdslimieten die daarvoor zijn aangegeven. En daarnaast zorgen dat die ambtenaren hun salaris krijgen. En ik mag het regeerteam complimenteren, zeker de minister van Financiën, dat hij in staat is geweest in de maand september, zonder 1 cent lening, de salarissen op eigen kracht te betalen. Wat de vorige regering afgelopen 3 jaren is niet gelukt. En zij hebben slechts salarissen kunnen betalen met leningen en leningen en leningen en leningen. Dat is als gevolg van prudent beleid. Dat is gevolg van bezuiniging. Dat is gevolg van non-corruption. Dat is gevolg van zorg dragen dat die gelden daar komen waar ze terecht moeten komen. En dat die gelden niet komen in zakken waarin ze niet thuis horen. Laat me alvast zo stellen, voordat ik concreet daarop ga, dat het volk is soeverein, het Surinaamse volk. En dat betekent dat het volk haar leider kiest. Dus dat wil ik duidelijk stellen. Het volk is de hoogste macht gestoeld op democratische uitgangspunt. Het volk vertrouwt de staatsmacht toe aan een gekozen regering. En dat moet gewoon duidelijk zijn. Wanneer gekozen personen openlijk dan wel subtiel niet geaccepteerd worden door een natie, een bevriende natie, dan wel door iemand die namens een bevriende natie spreekt, druist dat rechtstreeks tegen de soevereiniteit, de soevereine wil van het volk. Ja? Dan verwijs ik naar artikel 116 van de grondwet. En tegelijkertijd ook naar artikel 98. Maar om specifiek te komen op uitspraak van de minister van Buitenlandse Zaken, minister Blok. In ieder geval, wat betreft mijn persoon, we hebben het besproken in regeringskringen. We hechten niet, ik althans zeg niet zoveel. Ik heb niet zoveel moeite daarmee. Wanneer deze minister Suriname zou hebben geschreven, een standpunt. Ik zie dit als een interne aangelegenheid van de Nederlandse regering en zijn parlement. Dus in ieder geval, wanneer dat zo zou zijn dat Suriname een brief zou krijgen van de minister van Buitenlandse Zaken, dan zouden we daarop reageren. Maar in ieder geval, wat ik heb aangehaald is duidelijk. Eenheid en bestuur. En ik heb die artikelen aangehaald, 116 en 98, dus dat is duidelijk. China zijn hun taai. Ik denk dat, we hebben het ook besproken, maar ik denk dat het op agenda komt volgende week, woensdag.
Afstandsonderwijs, men denkt altijd alleen, of over het algemeen, voornamelijk aan internet en wifi. Maar het heeft natuurlijk meerdere vormen. En die vormen hoef ik hier nou niet per se te behandelen. Maar er zijn meerdere vormen van afstandsonderwijs, omdat 65% van het lerarenkorps nog niet is afgestemd op werken met devices. Dus we moeten verschillende vormen, radio, televisie, multimedia, gedrukt materiaal gebruiken om afstandsonderwijs waar te maken. Ten aanzien van de onderhandelingen met Telesuur, de minister van TCT is daar zeer hulpvaardig in. We werken samen op dat punt. En natuurlijk zullen we kijken of we tarieven kunnen bedingen die betaalbaar zijn. En eventueel zelfs helemaal gratis. Maar dat zijn echt onderhandelingen met het bedrijf, samen met de minister van TCT. Ook de bustarieven, daar trekken we samen op. Er zijn onderhandelingen met alle soorten groepen van bussen, want er is niet maar één groep. Ik ben voornamelijk in contact geweest met de bussen die leerkrachten en leerlingen vervoeren. Maar we hebben ons ook gebogen over subsidie aan studenten die geen gebruik maken van de bussen, die speciaal voor leerkrachten en voor leerlingen in de districten zijn op bepaalde trajecten. Er zijn verschillende tarieven bekeken in het voordeel van studenten, zodat het goedkoper voor ze wordt en voor bepaalde groepen zelf gratis. En dat proces is in gang. Het is bijna af. Maar er is een werkgroep onder leiding van de minister van TCT en van mezelf die dat tot in alle details uitwerkt. Voor de periode van 4 tot en met 11 oktober hebben we eerder afgesproken en bekendgemaakt dat het gaat om de vluchten die eenmaal per week was toegezegd aan de vliegmaatschappijen op de Mid-Atlantische route, KLM-SLM. En vanaf 12 oktober gelden er dus alleen repatriatievluchten. En dat is dus eenmaal per week, gelet op de uitbraak in met name Nederland. Dus eenmaal KLM per week en daarna de daaropvolgende week eenmaal SLM. De druk is groot, om direct erbij te vermelden, en dat is te begrijpen. Zeker vanwege de familieband die er is tussen Surinamers en Nederland. Het is haast één gemeenschap als we kijken dat, als we in acht nemen dat familie elkaar willen zien. Kinderen die hun ouders willen gaan verzorgen of opzoeken. Dat begrepen we allemaal. Maar ik denk niet dat we uit het oog mogen verliezen dat op dit moment zelfs Duitsland de grens heeft dichtgegooid voor Nederland. En Nederland als een hoog risicoland beschouwt. Met dat gezegd hebbende, nemen wij ook in acht in Suriname, zeker daar ook het openbaar vervoer al is opengesteld. Maar ook zeker de scholen zijn het schooljaar is begonnen, dat wij hier de nodige maatregelen in acht nemen. En zeker daar vanuit het buitenland, dat wij dit gedeelte goed monitoren. Dat hebben we ook gevraagd aan de sector. We zijn aan het begin van het proces. We zijn aan het begin van het proces, pas na 3 maanden in de regering. Het is een enorme crisis, financiële crisis, nationaal en internationaal, die we hebben overgenomen. Ik geloof niet dat men nog goed beseft hoe diep die crisis is, hoe complex het is, hoeveel commitments zijn gemaakt. En dat los je niet op met gewoon een aantal uitspraken te doen. Daarvoor is een proces nodig. Je praat hier over zakelijke belangen, financiële belangen, internationaal. En die hebben geen emotie in dit opzicht. Dus je gaat keihard moeten onderhandelen. We zijn aan het begin van het proces. En gaandeweg zullen de specifieke acties verder worden gedefinieerd. En dat zal op korte termijn gebeuren, want we hebben niet veel tijd. We moeten binnen een paar maanden resultaten zien.
En we proberen dat zo gauw mogelijk te doen. Dus ik wil dat wel meegeven, zodat u de context ook een beetje kent. En voor wat betreft het punt van de complexiteit. We hebben drie soorten van commitments meegekregen van de vorige regering. Eén, bilateraal. De leningen die zijn gesloten. En dat zijn geen leningen die voor niets zijn. Het zijn geen grants. Er is een deel van grants, maar een groot deel, het grootste deel, is leningen. Die moeten terugbetaald worden. En zodra je trekt op die projectfinanciering, neemt je schuldenlast toe. Dat is één, bilateraal. Multilateraal zijn er ook schulden gemaakt bij banken. En dat zijn ook geen giften. Dus die moeten ook terugbetaald worden. En de banken zijn evengoed, net als andere commerciële banken, gebonden aan internationale regelgeving. Dus je moet ook voldoen daaraan. En dan heb je de commerciële leningen. Dit zijn drie verschillende trajecten die we moeten aflopen. Drie verschillende manieren van onderhandelen. Maar natuurlijk, de verplichtingen blijven. En wij kijken alleen naar die verplichtingen, maar de complexiteit is daar. Dat is één kant van de zaak. De andere kant van de zaak is, voor de regering, is om twee dingen tegelijk te doen. En ik noem maar twee dingen tegelijk in dit traject, maar er zijn zoveel andere zaken die tegelijkertijd moeten gebeuren. Eén is, we moeten die schuldenlast beheersbaar maken. En daar zijn verschillende scenario's voor. Dat is het traject waarover we nu praten. Maar er is ook het ontwikkelingsfinancieringstraject. Je moet nieuw geld hebben om projecten te kunnen uitvoeren die de verdiencapaciteit van het land kunnen opvoeren, die werkgelegenheid kunnen garanderen en voor duurzame ontwikkeling kunnen zorgen. Dat is weer een ander traject. En dat moet bijna tegelijkertijd gebeuren, want dat is wat de bevolking verwacht. Niet alleen schulden aflossen, maar ook een stukje werkgelegenheid en inkomen garanderen. Dus u ziet de complexiteit. Het is 4-5 sporen tegelijk werken die enorm zijn. In de Meester Bas Amadali multifunctionele zaal te Groningen is het COVID-19 Quick Response Unit gelaunched. Het hebben van een dergelijk team in Saramaca is noodzakelijk omdat er zich positief COVID-19 gevallen recentelijk zijn genoteerd. De communicatiedienst Suriname heeft dit heugelijk feit voor u vastgelegd. Yes. So. Het Quick Response Team, afgekort QRT, we hebben de unit net gelaunched en het is er. Het is onder supervisie van Juspol en wij zijn er als ROS ter ondersteuning, faciliteren. Natuurlijk is de bestuursdienst erbij, omdat er bevoegdheden zijn waar de bestuursdienst op moet treden en er zijn bevoegdheden waar de politie moet optreden. Het staat thans voor de uitdaging om aan de gemeenschap te midden van dit virus kwaliteit dienstverlening te bieden en tegelijkertijd zowel de veiligheid van haar eigen personeel als mede de klanten blijven waarborgen. Meer dan noodzakelijk dat er een QRT in leven wordt geroepen of is geroepen, omdat er wat actieve cases zijn en dan ook in het Rosageri Kaba. Maar tot vanochtend nog was de zaak onder controle en pas over een week zullen we dan meer duidelijkheid hebben of er nog meer besmettingen bij zijn gekomen of niet. De bedoeling is dat we in elk district zo'n uitvalsbasis hebben, QRT, die zich sec richt op de handhaving van de COVID-wetgeving. Ja, dus we hebben dus de bedoeling aangegeven van het instellen van zo'n basis, zo'n unit en het belang daarvan eigenlijk. Wij zullen met de genade van God Almachtig ten volle dienstbaar zijn aan de gemeenschap met deze unit. En wij vragen ondersteuning, begrip en geduld van de gemeenschap. Onze bijdrage aan de bestrijding en voorkoming van COVID-19 in Saramaca zal met deze unit ongetwijfeld van onschatbare waarde zijn. COVID-19 Quick Response Team COVID-19
QRT bestaat voornamelijk uit ambtenaren van de arbeidsinspectie, defensie, regionale ontwikkeling en sport, het Korps Politie Suriname en BOG. Het QRT zal landelijk opereren van 7 tot 22 uur. Daarna zal de basispolitie de normale surveillance, de surveillance overnemen zoals wij dat gewend zijn. Het QRT is er vanaf nu. Het zal bemand zijn van 7 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds. En na 10 uur neemt dan de reguliere politie over. En het wordt eigenlijk een uitdrukbasis waarbij we meldingen binnen zullen krijgen. En dan de politie samen met bestuurdienst het veld in zal gaan. Om erop toe te zien dat de COVID-19-protocollen worden nageleefd. Dat de wetgeving wordt gehandhaafd. We kennen allemaal de regels van afstand houden, mondkap, samenscholing. Maar ondanks de informatie die zo via de media bekend is bij de samenleving, zijn er toch nog mensen in het land die zich lenen voor die taak van verspreiding van het virus. Ja, dus we merken dus dat de cijfers een dalende trend vertonen. Wat kan maken dat mensen minder alert worden, om niet te spreken over nonchalant. En het gevaar dan in zich zal dragen dat je plotseling een stijging kan krijgen. We zijn nog in code rood. Hetgeen betekent dus dat de verspreiding zodanig plaatsvindt waarbij de bron onbekend is. Ik zal deze informatie dan doorspelen naar mijn meerdere. En van hieruit zullen we dan verder bekijken hoe zaken verlopen en hoe wij een bijdrage verder kunnen leveren. Heeft u eventueel een oproep naar de mensen daarbuiten? Van hieruit als RL-lid wil ik de mensen gewoon zeggen om de regels na te leven. Omdat Samaka een klein district is en het is niet zo mooi als we meer besmettingen gaan krijgen. Oké, nog een vraag. Er zijn elke dag overtreders. Elke dag. Zijn er strengere maatregelen die getroffen worden of zullen de mensen gewoon telkens weer opgepakt worden? Nee, sowieso. Nu is de politie dan in gelegenheid om op te treden conform wet en regelgeving. Dus er zullen sowieso wat strengere maatregelen volgen. De minister van Grondbeleid en Bosbeheer, Diana Pocky, heeft op donderdag 8 oktober 2020 een delegatie bestaande uit DR en RL-leden van Saramaka ontvangen. De groep werd geleid door DNA-lid Mahinder Jogi. Er is van gedachten gewisseld over onder meer oplossingsmodellen ten aanzien van de grondproblematiek in Saramaka. Ik ben hier met een delegatie van Saramaka bij de minister, omdat er ook problemen zijn in Saramaka met betrekking tot grondzaken. Er zijn heel veel mensen in Saramaka die nog een grondbeschikking moeten krijgen. Er zijn mensen in Saramaka wie erfpachtsrecht vervallen is en dat conversie moet plaatsvinden naar grondhuur. Er zijn een heleboel mensen die wachten op een verdeling van een stuk terrein voor kinderen, voor families. Er zijn een aantal rechtszaken die lopen. Er zijn projecten geïnitieerd die niet afgerond zijn geworden. En ik vind dus dat wij niet kunnen vragen aan de minister alleen om de problemen op te lossen, maar dat we ook een bijdrage moeten leveren en moeten helpen om de problemen op te lossen. Ik ben hier met RR-leden en DR-leden, voorzitters van de resortraden en van de districtsraad van Saramaka, de leden, mezelf. Wij kennen het veld, we kennen de mensen. Al deze mensen hebben huis gelopen bij de verkiezingen, tijdens een campagne. Ze hebben ook gehoord wat de klachten zijn. En een heel veel voorkomende klacht vanuit Saramaka is namelijk dat de grondbeschikkingen van de mensen niet in orde zijn. Dat projecten niet afgerond zijn. En dat, we willen die ondersteuning geven aan de regering, we willen die ondersteuning geven aan de minister. We zijn nu bezig bijvoorbeeld met een inventarisatie van de situatie in Saramaka met betrekking tot grondbeleid en de beschikkingen die moeten volgen. En we hebben nu al meer dan 1000 mensen in beeld die zitten te wachten. Nou, wanneer we die 1000 stukken gaan brengen voor de minister en zeggen, minister, hier is het, kan ze niet veel doen. We willen helpen. We willen helpen
om samen met haar diensten het veld in te trekken daarna, na die inventarisatie, alles weer opnieuw vast te stellen, zodat de minister inderdaad na gedegen advies en onderzoek kan overgaan tot het maken van beschikkingen voor mensen en dat we voorkomen hierdoor ook dat we dubbele uitgiftes krijgen. Dus dat is de aanleiding van het bezoek. Mee te werken, te helpen aan het oplossen van problemen waarmee burgers zitten. Dat gesprek is naar tevredenheid, erg tevredenheid, zowel van de minister als van de leden van de districtsraad en de resortvoorzitters. Zij zijn bijzonder ingenomen dat ze een handje mogen helpen om inderdaad de problemen op te lossen. De minister is bijzonder ingenomen dat vanuit de basis een helpende hand wordt gereikt, zodat zij als minister verstevigd wordt en versterkt wordt met informatie, zodat zij inderdaad haar werk beter kan doen, sneller kan doen. Er is ook een team geweest van deskundigen van de minister die aan hebben gezeten bij het gesprek. En er zijn wat werkafspraken gemaakt met de deskundigen, hoe wij het vervolgtraject zullen uitzetten. Over de afspraken wil ik niet verder praten op dit moment, maar er zijn goede afspraken gemaakt. En het geeft heel veel hoop, wat we hebben bereikt vandaag met de minister. En het geeft heel veel vertrouwen dat inderdaad binnen afzienbare tijd heel veel van de problemen van Saramaka opgelost zullen worden. Vandaag hebben we een meeting gehad met een delegatie uit Saramaka. Onder leiding van de heer Jogi, assembleelid uit het gekozen in het district Saramaka. Het was een meeting, het ging om grondvraagstuk in het district Saramaka. Het RR en DR Corps hebben hun ondersteuning aan ons hun ondersteuning toegezegd dat ze bereid zijn om te helpen met een grondvraagstuk in het district. Het is heel mooi bedacht, hun model, van dat ze de zaken, de vraagstukken, zullen listen in het district en ze hebben contact gemaakt, ze hebben kennis gemaakt met de verantwoordelijke van het ministerie, met name de verantwoordelijke van grondzaken. En dan zullen ze dan contact onderhouden. Ze gaan de vraagstukken listen. Dan gaan ze die aan ons doen toekomen. En ze hebben ook toegezegd dat ze bereid zijn om met grondinspecteurs het veld in te gaan om dan de zaken te listen. Dat hebben we zo een beetje afgesproken. We hebben werkafspraken gemaakt. En gezien het tekort aan grondinspecteurs, en ook het tekort aan voertuigen binnen grondinspectie, hebben ze aangegeven dat ze bereid zijn om hun eigen voertuig in te zetten om zo het werk te versoepelen, te vergemakkelijken en de processen te versnellen. Als we kijken naar het beleid van het ministerie om de dienstverlening naar de burgers toe te verbeteren, dan zeg ik dat het een heel mooi model is om dan zaken gedaan te krijgen. Het is zo dat mensen vaak zeggen dat RR en DR-leden niet werken. Dus ik ben blij dat ze toch zelf de toezegging hebben gedaan van minister, we willen u ondersteunen. We weten dat u het druk heeft en we gaan onze ondersteuning geven zodat we onze zaken gedaan krijgen. Het was een heel goed gesprek en ik hoop niet dat het bij deze blijft, maar ik denk ook niet dat het hierbij zal blijven. We zullen contact onderhouden, informatie van gedachten wisselen om zodoende het grondbeleid van de regering Santokki-Brunswijk om dat een transparant uit te voeren richting de burgers van Suriname. We hebben gezien dat RR en DR-korps, het RR en DR-korps van het district Saramaka, dat ze georganiseerd zijn. Het is een model, we gaan er naar kijken. En als we het bespreken met de andere vertegenwoordigers van de andere districten, als ze het een goed model vinden, misschien hebben ze ook een ander model of een beter model. Het hangt er vanaf, als het past binnen hun district, dan kunnen we het zeer zeker meenemen.
President Chandrika Prasad Santokhi heeft de commissie Diaspora Kapitaal en Diaspora Bank op 8 oktober 2020 geïnstalleerd. Deze presidentiële commissie bestaat uit 7 leden en zal binnen 3 maanden tijd komen met een rapportage over hoe de samenwerking met de diaspora wereldwijd gestructureerd zou moeten zijn die Suriname ten goede zal komen. Nou, deze commissie moet een flink stukje onderzoek doen naar de mogelijkheden om diaspora kapitaal voor de Republiek Suriname naar binnen te krijgen. We weten dat ontzettend veel Surinamers van afkomst zijn die al heel veel doen met Suriname. Dat zijn vooral de Nederlandse Surinamers en die via geld, goederen al heel veel doen voor Suriname. Wij willen een kanaal hebben waar we dat allemaal beter organiseren en structureren. Gelet op de ontwikkelingen in Suriname is het zo dat wij op dit ogenblik ook kijken op welke wijze uit de diaspora kapitaal kan komen in Suriname, waarbij ook goede afspraken worden gemaakt. En de eerste vraag is natuurlijk, moet je beginnen met de fonds? Onder welke condities precies moet een dergelijke fonds gaan functioneren? Daarnaast wil je doorgaan naar een mogelijke ontwikkeling van de diaspora bank, waarbij we administratief maar ook goede afspraken zouden kunnen maken met mensen uit de diaspora gemeenschap in met name Nederland, maar ook je hebt diaspora groepen uit andere landen die we gaan identificeren. Dit maakt deel uit van een stukje beleid dat te maken heeft met een opzetten van een diaspora instituut, waarbij we veel breder gaan kijken naar producten, processen en allerlei zaken die, laten we zeggen, enhancement, de betrokkenheid van de diaspora gelederen zullen gaan vergroten. Mijn specifieke opdracht is dus inderdaad met de commissie van deskundigen. Daar zitten financieel deskundigen uit de bankwereld, maar ook vanuit de diaspora bankwereld in Nederland. Voor de eerste pilot in elk geval te kijken op welke wijze we goede procedures en instrumenten kunnen beschrijven om sneller kapitaalmogelijkheden en investeringen in Suriname te doen op een hele overzichtige, transparante manier met correcte regels. En dat is nu de taak min of meer van de commissie om de president heel gauw, en dat heeft hij gezegd voor 3 maanden, de mogelijkheid te bieden om snel tot een implementatieplan te komen om de beloftes die hij heeft gedaan en met name de diaspora naar hem een vorm te geven waar het praktisch kan zijn voor de Republiek Suriname. Wie zit er allemaal in de commissie? Nou, er zitten dus een aantal mensen in die van het bankwezen, mevrouw Samson, Samuch, we hebben meneer Ori, ik ben de voorzitter, en we hebben de heer Robbie Boendi vanuit het platform in Nederland met name. En er zijn nog 2 mensen die nog geïdentificeerd moeten worden, maar dat zijn mensen die lokaal zijn, economen. De president heeft zijn missie gehad op het stuk van diaspora-beleid. Dat is een breed kader van beleid. En dat zijn we al vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken, internationale business en internationale samenwerking al flink aan het opzetten. Mijn missie is om een beetje een deel bij te dragen aan dit deel met name. We hebben een mond vol gehad over diaspora, kapitaal en mensen zijn soms sarcastisch. Maar nu zet de president naar mijn gevoel hele concrete stappen en zegt, laten we dat gaan verkennen met de gemengde Surinaams-Nederlandse commissie om vooral te kijken wat er inderdaad waar kan zijn en de mogelijkheden zijn. Dus dat is mijn missie om werkelijk uit die vaagheid en het grote pakket van verwachtingen nu werkelijk iets concreets met elkaar te gaan doen. En daar zit die uitdaging in. We gaan het uitzoeken, we gaan het beschrijven en we gaan, als het kan, heel snel de mogelijkheid bieden om deze zaak snel te implementeren, zodat tussen met name Nederland en Suriname een goede kanalisering kan plaatsvinden van concrete mogelijkheden om diaspora kapitaal hier in Suriname goed te investeren. En dat was Focus. Vergeet u niet alle COVID-19 maatregelen in acht te nemen. Handen wassen, mond en neus kapot en 1,5 meter afstand. Zorgt u ook voor voldoende ventilatie. Samen kunnen wij dit virus terugdringen. Bedankt voor uw aandacht.
Goedenavond.